Mijn naam is Rianne van Boekel en ik werk als verpleegkundig expert, verpleegkundig consulent binnen de acute pijnservice van het Radboud UMC, de afdeling anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde. Verder werk ik als opleider bij de HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, bij de afdeling HAN VDO, zakelijke dienstverlening. Ik coördineer daar wat opleidingen op het gebied van pijn en palliatieve zorg. Daarbij doe ik promotieonderzoek. Dat doe ik vanuit de HAN officieel met een MWO-beurs, promotiebeurs voor leraren. Maar dat doe ik weer op de afdeling waarin ik werk in het Radboud UMC, de afdeling anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde. Ik promoveer op het onderwerp acute pijn en dan toegespitst op mensen na een operatie, dus postoperatieve pijn. Daarbij kijk ik vooral naar acute pijnservice, het meten van postoperatieve pijn en de relatie tussen pijn en complicaties. In mijn promotieonderzoek werken we intensief samen, het Radboud UMC en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Binnen het Radboud UMC heb ik natuurlijk patiënten tot mijn beschikking die ik zou kunnen vragen om mee te doen met mijn onderzoeken. Maar binnen de hogeschool hebben we natuurlijk heel veel studenten. Die moeten allemaal een kwaliteitsverbeterproject doen of een onderzoeksstage. En dat kunnen ze dan bij mij doen. Dus dat is een hele mooie samenwerking. Mijn rol in de begeleiding van Rian is dat ik co-promotor ben geweest in haar promotieonderzoek. En dat betekent dus dat ik de afgelopen 4 jaar haar heb begeleid bij de diverse studies die ze heeft gedaan op het gebied van de pijn in het pijnbehandeling in het ziekenhuis. De waarde van de NWO-beurs is heel groot. Omdat we met die NWO-beurs een verbinding kunnen maken tussen het onderzoek, het onderwijs, maar ook de praktijk. En dat vinden wij aan het HBO heel erg belangrijk, omdat we daardoor niet alleen beter onderwijs kunnen leveren, maar we kunnen ook meehelpen de praktijk te verbeteren. Het onderzoek van Rian is van enorm belang, omdat heel veel verpleegkundigen te maken krijgen met patiënten met pijn. Haar onderzoek maakt het mogelijk om voor verpleegkundigen specifiek te kijken wat is nou van belang voor de zorg en behandeling voor die groepen patiënten. Met kennis over pijn, chronisch of acuut, kunnen we ook richtlijnen gaan maken voor de behandeling. Daar hebben we grote behoefte aan, omdat op dit moment verpleegkundigen eigenlijk geen handvatten hebben om hun zorg en behandeling in te richten. Nou, het onderzoek van Rian maakt dat nu mogelijk. Het belang van wetenschappelijk onderzoek voor en door verpleegkundigen is vooral voor de patiënten. We ontwikkelen kennis waardoor de zorg voor patiënten beter wordt. En dan hebben we het vooral over kwaliteit, veiligheid en patiëntgerichtheid. En juist de dingen die verpleegkundigen onderzoeken gaan bijvoorbeeld over minder pijn, minder infecties, meer participatie. En dat is echt zeg maar onderscheidend ook aan wat de medici onderzoeken. Dus dat is aanvullend. Ik ben vandaag aan het werken als pijnconsulent in de acute pijnservice. Dat is een dienst van de afdeling anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde. En die loopt patiënten na die geopereerd zijn, die acute pijn hebben en waarvoor artsen en verpleegkundigen gebeld hebben voor advies. Of soms ook omdat zij bijvoorbeeld een bepaalde pijnbestrijdingstechniek hebben waarvan wij vinden dat die gecontroleerd zou moeten worden door het pijnteam. Het Radboud heeft een aantal thema's aangewezen die ze belangrijk vinden. Pijn is er daar eentje van. Het is eigenlijk afgeleid uit het VMS-veiligheidsprogramma Vroege herkenning en behandeling van pijn. En ik ben dan de themaleider van dit thema in dit huis. Juist als je op de werkvloer werkzaam bent, word je erg gevoed door wat je ziet, wat je meemaakt, wat patiënten je vertellen. Dus het geeft heel veel stof tot nadenken, maar ook onderzoeksvragen komen zo veel makkelijker naar boven. En het mooie is, omdat ik zelf ook veel onderwijs geef over dit onderwerp, dan kan ik deze antwoorden ook meteen weer verwerken in mijn onderwijs. Oorspronkelijk was ik het hoofd van de afdeling waarbij dat Rianne in onze afdeling werkt als verpleegkundige voor de acute pijnservice. En daar wilde ze heel veel rond ontwikkelen. Gaandeweg zagen we dat Rianne veel meer wilde dan alleen de zorg aan de patiënt, maar ook te gaan kijken van, is die zorg effectief? Kunnen we die verbeteren? Kunnen we die optimaliseren? En daardoor heeft Rianne op een bepaald ogenblik haar wens geuit om een promovendus te mogen worden en onderzoek op te starten. In die hoedanigheid werd ik dan haar promotor, slash haar afdelingshoofd. En in die rol zijn we verder gegaan om eigenlijk tot een onderzoekstraject te komen. Het doen van onderzoek in perioperatieve zorg is bijzonder belangrijk. Mensen denken dat een operatie een eenvoudig proces is. Dat blijkt niet zo te zijn. We weten al jaren dat op de chirurgische interventie die zal plaatsvinden gedurende zelfs een heel korte tijd,
het lichaam een enorme reactie vertoont en dat je dat moet gaan voorbereiden en dat je een grote nazorg hebt om dat in goede banen te leiden. Wat is nu het maatschappelijk belang? Dat al deze mensen met chronische pijn zijn mensen die niet meer functioneren in hun dagelijks leven. Die hebben een slechte kwaliteit van leven, maar ook niet meer in het sociale leven. Namelijk in hun gezin, in hun omgeving, maar ten derde in het economische leven, want die kunnen niet meer werken. Dus de economische impact en het sociale impact daardoor van chronische pijn is enorm. Dus op zoek gaan naar oplossingen om die acute pijn te voorkomen en daardoor die weg naar die chronische pijn niet te openen, dat is het grootste belang van dit onderzoek. Ik ben co-promotor van Rian van Boekel, die haar onderzoek heeft gedaan op acute pijn. Patiënten in het ziekenhuis, als ze geopereerd zijn, 40 tot 60% heeft nog matig tot ernstige pijn. En dat heeft invloed op je functioneren na een operatie. Wat belangrijk is voor het krijgen van complicaties bijvoorbeeld. We proberen als anesthesiologen zoveel mogelijk die pijn te beïnvloeden. Maar daar hebben we natuurlijk ook heel veel meer dingen bij nodig, zoals bijvoorbeeld een acute pijnservice. Verpleegkundigen die bij die patiënten langsgaan om te kijken of het wel goed gaat met de hoeveelheid medicijnen die ze krijgen om die pijn te onderdrukken. Rian is een hele belangrijke linking pin tussen de verpleegkundigenopleiding en zoals ik sta voor de geneeskundeopleiding waar pijn in betrokken wordt, is dat we daar een goede connectie maken omdat wij in de praktijk al heel veel met elkaar samenwerken, maar dat ook het onderwijs daarop gericht is. Dat studenten geneeskunde leren samen te werken met verpleegkundigen, omdat we het met elkaar beter moeten doen voor de patiënt met pijn. Omdat de doelstelling was om vooral te kijken hoe kunnen we de kwaliteit van de postoperatieve pijndiagnostiek en behandeling verbeteren, heb ik eerst gekeken in de literatuur van wat is er al bekend daarover. En vervolgens heb ik wat er nog niet goed uitgezocht was, zelf onderzocht. En het geheel heb ik eigenlijk bij elkaar gevoegd, zodat er een soort blauwdruk ontstaat van hoe je de postoperatieve pijnbehandeling en pijnmanagement zou kunnen verbeteren in ziekenhuizen. Ik heb mijn eigen promotieproces ervaren als zeer leerzaam. Ik heb ontzettend veel nieuwe kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld die ik in mijn verdere loopbaan ook wel erg nodig denk te hebben. En, ik zou het iedereen aanraden. Het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Het is wel ontzettend veel werk, maar het resultaat is ernaar.